Goedemiddag, welkom terug. Leuk dat je er weer bent. We wachten even een paar momenten, net als vanochtend, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om in te loggen. Super fijn dat je er bent zo op deze prachtige vrijdagmiddag. Ik zie dat er een vliegje op mijn camera zit. Hopelijk heb je nog een gelegenheid gehad om even naar buiten te kunnen vanmiddag of vanochtend. Ik ben zelf wel even buiten geweest en als het hele weekend zo is, dan wordt het veelbelovend. Nou, ik stel voor dat we starten. Dus welkom terug nogmaals. Leuk dat je er weer bent voor de afsluiting van deze challenge. En ja, de challenge die sluiten we af door een terugkoppeling. En even kijken. Nou ja, misschien goed om nog even terug te halen. Wat was die challenge ook alweer? Nou, je had een handout vanochtend en dat was een worksheet waar een opdracht op stond die we tijdens de webinar hebben gedaan. En daarnaast nog een aantal andere opdrachten voor jou om, nou ja, eigenlijk te oefenen met mindfulness. Er zat een meditatie bij, mindfulness ademmeditatie, een begeleiding van mij. En daarnaast nog een tweetal invuloefeningen, sowieso, of eigenlijk een drietal, want er zat een invuloefening bij de meditatie. En ook een oefening over bewustwording van je mindset gedurende de dag vandaag. Dus wat waren statische mindset gedachten die je had en wat waren groeimindset gedachten. En aandacht voor je stemmetjes. En dat kan heel breed zijn. Misschien heb jij een heleboel stemmetjes gehad vandaag die, nou ja, cheerleaders op je schouders en ben je mooi de dag door gecheerd. Of misschien heb je ook wat stemmetjes van zelfkritiek opgemerkt. En ik ben natuurlijk ja, heel erg benieuwd. Dus wat heb je ervan geleerd van deze challenge? En ik zie dat Zidika en niets hoort. Hopelijk inmiddels wel. En anders, Shaista, misschien kun jij even in de chat aan haar laten weten dat ze opnieuw inlogt. Ik zie dat een van jullie lekker de meditatie buiten heeft gedaan. Wat een goed idee met dit mooie weer. En wat hebben jullie zo opgemerkt? Wat heb je geleerd van het doen van deze challenge? Iets over jezelf of misschien iets anders? Überhaupt iets van een algemene kennis? Je kunt je commentaren in de chat kwijt. Ik heb altijd het gevoel dat ik niet genoeg doe. Dat is een herkenbare. Hoe heb je dat zo opgemerkt? En terwijl je aan het antwoorden bent, zie ik ook van iemand anders. Ze heeft inmiddels geluid en dat ze inmiddels meer een groeimindset heeft dan een statische. Waar heb je dat zo vandaag aan opgemerkt? Waren dat bepaalde gedachten? Misschien was het ook een gevoel wat je had bij iets wat gebeurde. Wacht ondertussen even. Dus wat heb je geleerd voor de mensen die net in zijn
komen bellen. Je hebt de oefeningen vandaag gedaan. Of misschien heb je ze niet gedaan en heb je daar nu bepaalde gedachten over. En dat is natuurlijk ook leerzaam. Wat zijn de stemmetjes over het niet doen van de challenge? Even kijken, ik moest deze week een profiel schrijven en liep daar heel erg tegenaan en vast. In huis om te schrijven, heb toen besloten om dat buiten in het bos in het zonnetje te doen. Ah, interessant. Dus ergens in vastlopen en dan al merken bij jezelf van, oh, waar je misschien in het verleden vanuit een statische mindset het had opgegeven. En gedacht, het lukt niet. En nu toch vanuit die groeigedachte, nou, laat ik het dan ergens doen waar ik niet vastzit, waar, nou ja, niet de vier muren om me heen en de natuur gebruiken om het profiel te maken. Mooi. En daarnaast denk je dat je meer in oplossingen en mogelijkheden denkt in plaats van dat ik het opgeef. Dat is zeker een onderdeel van de groeimindset. En dan van iemand anders. Ik volg alle webinars in verband met het tweede spoortraject. Voel me dan ongemakkelijk als ik de challenge niet doe. Omdat ik dan te moe ben of mijn hoofd zit dan te vol of vluchtgedrag vindt het te lastig. De complimenten dat je daar al zoveel zicht op hebt. Dat is zo nummer 1 wat mij betreft om op te merken wat je patronen daarin zijn. En dat je daar dus tegenaan loopt. En de volgende stap is dan natuurlijk van ja, hoe ga je daar dan mee om? Hè? Wat voor zelfkritische stemmetjes gaan daarmee aan de haal wellicht? En vanuit de mindfulness gedachte, wat mij heel erg helpt, is ja, met mindfulness ben je eigenlijk veel bezig met acceptatie van hoe de dingen zijn. Dat wat je niet kunt veranderen, waarom zou je eigenlijk jezelf over de kop werken om dat toch te proberen? Een beetje zo zwart-wit gezegd. Nou ja, en vanuit die accepterende gedachte ook leren accepteren. Nou, ik ben vandaag te moe. Mijn hoofd zit vol. Dus ik kies ervoor om nu de challenge niet te doen. Wellicht in de toekomst nog een keer. Maar eigenlijk is dat dan ook hele goede zelfzorg. Om dan op zo'n moment voor iets anders te kiezen. En je zit ook tegen je profiel aan te hikken. Dus dat is voor 2 van jullie een dingetje wel. En ik kan me zo voorstellen, ik heb de profielwebinar niet bijgewoond. Maar ja, dat dat ook iets is wat wellicht wat extra tijd nodig heeft. Jezelf de tijd en de ruimte geven om daar de juiste bewoordingen voor te vinden. En je, ik heb natuurlijk geen idee hoe de challenge ging, maar ik kan me zo voorstellen vanuit mezelf gezien. Ik zou een profiel vanuit mijn hoofd kunnen schrijven, maar misschien is het ook mogelijk om een stukje te zakken en dat heeft tijd nodig. En dan een profiel te schrijven vanuit je zijn, vanuit je zijnsmodus. Even kijken. En dan heb ik van iemand anders een mooi commentaar. Ik kan het goed verwoorden wat ik leer van een afwijzing. Dat vind ik ook echt zo. Maar mijn gevoel zegt soms wat anders. En dan komen de stemmetjes. En toch vertrouw ik erop dat het goed komt. Ja. En dat is, denk ik, als ik het zo inschat, is dat het verschil tussen het rationaliseren en dat wat er eigenlijk onder de ratio zit. En dat is het gevoel. En dat is ook zo, dat is belangrijk om je ook bewust van te zijn. Want we kunnen met ons hoofd een hele hoop zeggen, maar als daar een ander gevoel onder zit, dan is dat toch uiteindelijk wat
wat het belangrijkste is en wat ook de boventoon zal voeren. We kunnen met de wilskracht en met de mind zijn we ontzettend krachtig. En ja, dat gevoel die stemmetjes, dat is waarschijnlijk zoiets essentieels en zoiets wat ook al zoveel jaar in je systeem zit, dat iets anders tegen jezelf zeggen op de korte termijn effectief is, maar vaak op de lange termijn toch een beetje het onderspit delft. En dat is natuurlijk ook helemaal oké. En ik vind het heel mooi om te lezen dat je schrijft dat je toch het vertrouwen hebt dat het goed komt. En vertrouwen is ook echt iets wat vanuit je lichaam komt en niet vanuit je hoofd. Dus mooi om te lezen. Even kijken. En nog een van een van jullie, dat ratio en gevoel niet samenvallen. Ik weet wel dat ik een baan ga vinden, maar het voelt na al die afwijzingen soms wel alsof het nooit gaat gebeuren. Ja, dat kan ik me zo levendig voorstellen. Ik heb op een gegeven moment in mijn carrière, ik werkte in het hotelwezen en ik was het daar eigenlijk helemaal zat. Ik wilde graag promotie maken, dat lukte niet. En ik had bij een andere hotel uit de keten gesolliciteerd voor een senior functie. Daar werd ik ook niet aangenomen. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik wil dit gewoon niet meer. Ik word hier ongelukkig, dus ik neem ontslag. En toen ben ik dat jaar was ik heel veel aan het solliciteren ook, want ik wilde ook erg graag bij een evenementenbureau te komen te werken. Dat was zo 2007, 2008 en het was een ontzettend moeilijke markt ook toen. En ik had gewoon niet de goede connecties, merkte ik, in die branche, ook al zat ik in een hotel. En ik was heel goed in brieven schrijven, ben ik nog steeds textueel goed. En op het moment dat ik dan werd uitgenodigd voor een gesprek, dan sloeg ik helemaal dicht. Dus dan was er eigenlijk heel erg een disbalans tussen, tussen degene die de brief had geschreven en degene die op gesprek kwam. Dat was voor de interviewer ook, kan ik me voorstellen, best raar. Waardoor ik ook eigenlijk nooit verder kwam dan de eerste ronde. En is echt moeilijk geweest. En uiteindelijk heb ik me ingeschreven bij een uitzendbureau. Vliegje blijft hier om me heen. En daar ben ik eigenlijk per toeval, misschien geloof ik inmiddels niet meer zo'n toeval, ben ik op een functie terechtgekomen waarbij ik evenementen ging organiseren. En dat bedrijf ben ik bijna 12 jaar bij werkzaam geweest. Maar dat was ook echt niet iets wat ik had kunnen voorzien. En ik heb best wel een paar keer de hoop opgegeven van misschien moet ik toch maar weer terug het hotelwezen in. Of geen idee wat ik anders kan doen. Dus dat gevoel alsof het nooit ging gebeuren, dat herken ik. En ik hoop dat je ook het vertrouwen kunt blijven houden om te blijven proberen. En daarin ook vanuit waar we vandaag mee bezig zijn geweest, bewustwording van wat is het verhaal dat je jezelf vertelt hierin? En hoe kun je... hoe kun je jezelf ondersteunen in het proces van het afgewezen worden en het weer opnieuw gaan zoeken naar iets. En vanuit het idee dat je het afgewezen worden voor een functie, dat kun je niet per se veranderen of beïnvloeden. Maar de manier waarop je daarmee omgaat, dus dat is echt vanuit mindfulness bekeken. Hoe reageer je op die situatie? Dat is waar je invloed op hebt. En natuurlijk is het logisch dat
Dat je daar verdrietig van wordt of teleurgesteld, gefrustreerd. En dat hoef je ook zeker niet weg te duwen. Maar als je daar te veel de focus op legt, dat is ook niet helpend natuurlijk. Dus een balans tussen het toelaten van de teleurstelling en ook realiseren, ja, dit is zoals het is. En wat kan ik doen om toch op de een of andere manier positief te blijven en ook ja, enthousiast te blijven, zin te houden in het blijven zoeken naar die functie die echt bij me past en waar ik in terecht zal komen. En dat kun je echt niet altijd voorzien wat dat zal worden, zoals ik met mijn situatie ook wilde uitleggen. Ik hoop dat je er wat mee kunt, of dat jullie er wat mee kunnen. Zijn er verder nog vragen? Oké, okay. Ik ga ondertussen even door naar de leerdoelen. Daar hebben we het natuurlijk over gehad. Erkennen van je eigen stemmetjes en je mindset. En kijken of je ja, met aandacht en vriendelijkheid de boel wat makkelijker voor jezelf kunt maken. Het solliciteren, maar het leven aan zich. Zeker in deze tijd. Het kijken op welke manieren je je zelfvertrouwen kunt groeien en met afwijzingen kunt leren omgaan, anders of beter. Nou, als er nog vragen zijn, stel ze vooral. En wat ik jullie nog mee wilde geven is, ik heb een mindfulness experiment ontworpen. Dat is een experiment van 4 weken. En het zijn 20 dagen, want het is alleen door de weeks. In het weekend heb je vrij. En die kun je gratis downloaden via de link. Je kunt deze presentatie ook downloaden in de handouts. Of je kunt een foto maken of een screenshot van de link wellicht. En dat is een, zoals je kunt zien, het is een maand met verschillende oefeningen. Allemaal gerelateerd aan mindfulness. En zo kun je al een beetje snuffelen aan wat mindfulness nog meer kan brengen. Het heeft mij, zoals ik vanochtend zei, heel veel gebracht. Dus dat is ook mijn drive om dat te delen met zoveel mogelijk mensen. En even kijken, er is een vraag, wordt die ook gemaild? Als het goed is, wel. En anders heb je sowieso op de pagina van Sollicitatiedokter, kun je alle replays bekijken. Dus dan kun je altijd de replay daar nog even opzoeken. En je kunt, ja, dit mindfulness experiment is heel laagdrempelig. Normaal gesproken organiseer ik trainingen van 8 weken. Waarin je echt aan de slag gaat met patronen en met het ontwikkelen van je aandacht. Het trainen van je aandachtsspier. Ja, 8 weken is minimaal ook wel nodig om nieuwe gewoontes eigen te maken. En ook ja, je zelfkennis te vergroten. En met dit experiment ga je eigenlijk een mini-versie ervan doen. Dus je bent er ook een maand mee bezig. En ja, zo kun je ook een beetje experimenteren alvast. Je krijgt eigenlijk een soort, hoe noem je dat, gereedschapskist. Met allerlei tools die je kunt gaan inzetten wanneer het voor jou helpend is. En de meditatie die gemaild is, die blijft gewoon online staan. Die is ook onderdeel van dit experiment.
Dus die kun je gewoon blijven beluisteren. En dank je wel dat je hem fijn vond. Dat doet me goed en maakt me blij. Oké, nou dan. Als er verder geen vragen meer zijn, dan, nou, dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie deelname, jullie aandacht. En ik hoop dat jullie er echt wat aan gehad hebben. En fijn om zo de tijd met elkaar door te brengen. Hopelijk zie ik jullie nog voorbij komen op LinkedIn of ergens anders. En het gaat jullie goed en sterkte met de afwijzingen en de sollicitaties. En een mooi weekend gewenst. Tot ziens.